Yo, Vaco Gamers, Lars hier. En welkom terug bij een goede nieuwe aflevering van Prison Architect. Hier op Vaco Games Reloaded. En jongens, de vorige keer zaten we in een crisis. Dat was een crisis die te maken had met ontsnappingen. Er waren te veel ontsnappingen, en daarom was de totale gevangenis in lockdown. Die crisis. ...hebben we op weten te lossen. Die crisis is voorbij. Op dit moment hebben we een nieuwe crisis op ons bordje gekregen. Namelijk, het personeel is ontevreden. Het personeel wil een loonsverhoging... ...en anders gaan ze staken en opstappen. Ik snap niet waarom. Ik ben altijd ontzettend lief geweest voor mijn personeel. Elke keer als ze wat wilden, dan kregen ze het. Elke keer als zij behoefte hadden aan een nieuw kantoor... ...of aan een nieuwe kantine, of aan weet ik het... Ze konden het zo krijgen, er was niks, geen probleem. Elke keer kregen ze het. En toch blijven ze zeuren en blijven ze zaken. Ik snap dat niet. En bovendien kan ik het niet eens betalen, want ik heb 472 dollar aan dagelijkse cashflow. Waar al mijn geld naartoe is, het is één groot raadsel. Maar ik moet geld uitgeven, wat ik niet heb. En dat is sowieso dom, dat moet je niet doen, dat is gevaarlijk. Dan kom je, zonder dat je het weet, voordat je het weet, in de crisis terecht. Letterlijk, in de financiële crisis. Financieel. Oké, okay. ik betaal nu op dit moment. Kijk eens even. Ze hebben al een salarisverhoging van 20%. Die hebben ze al. Dat betekent dat we nu 20.100 per dag alleen al aan salarissen kwijt zijn. Dan hebben we nog niet eens de rest. Daar moet dus nu nog een keertje 50% bovenop. Dus dan hebben ze in totaal een salarisverhoging van 70%. Ik vind dat best wel prima. Ik ben al heel blij met een salarisverhoging van 10%. Maar goed, oké, okay. 10%, 20, 30, 40, 50. Crisis opgelost. Bankrekening leeg. Als de bankrekening leeg is, dan betekent dat dat de gevangenis binnenkort moet sluiten. Dan heb je helemaal geen baan meer. Denken die mensen wel na? Ik heb namelijk niet het idee dat ze dat doen. Maar goed, hè? Maar goed, oké, oh, complete schoolmak die komt alles weer schoonmaken. Ik zou het ook wel heel fijn vinden als ze eindelijk eens een keertje de elektrische stoel gingen installeren. Want. Die heb ik eigenlijk meer nodig. Dan moeten we ons geld maar verdienen door gevangenen te executeren. De bodem van onze schatkist is in zicht. Ja, hé, hey, hallo Tante Trien. Ik wilde dit niet, hè. 8049 per dag eraf. Het zou me niks verbazen als we binnenkort deze prison moeten sluiten. Het zou me niks verbazen. Als dit eindigt in sluiting. Wat is hier aan de hand? Hij wordt in de gaten gehouden door de sniper. Deze wilde allemaal ontsnappen, deze mafkezen. Tegengehouden door mijn sniper. Tegengehouden door een shotgun, zo te zien. Wat is hier nou weer aan de hand? Gaan ze hier nou willen oprellen? Oh my god. Niet de bedoeling, dit. Deze prison loopt echt uit de hand. Hmm, ik ga serieus nadenken om deze prison te verkopen en volledig opnieuw te beginnen. Want er zijn zoveel dingen die ik beter kan doen. Die ik sterker kan doen. Ze zijn zo ontevreden. Ik heb er gaan er weer twee. In de gaten gehouden worden door de snipertorens. Heel goed, snipertorens. Die doen wat ze willen. Oh uh oh. Jij bent dom. Jij bent dom. Jij bent dom. Weet je dit zeker, Labar? Ik wil zeggen, weet je dit zeker? Dan moet je hard kunnen rennen hoor, vriend. Hoe schiet het nou. Op? Waarom? Dringend is het. Maar ze doen er. Geen... Ze doen er geen ene moer mee. Oh. oh. Oh, 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 Is dit niet gewoon een veel beter plan om deze prison te verkopen, jongens? Om hem gewoon helemaal leeg te maken. Een compleet nieuw land te beginnen. En rustig opnieuw te beginnen. Want deze prison. Is. Steeds uitgebreid. Er is steeds een klein stukje aan vastgebouwd. En daardoor zijn alle verschillende gebieden helemaal door elkaar heen gaan lopen. Dan hebben we nu gewoon een kantine aan de bovenkant liggen. Terwijl het natuurlijk het mooiste is om de kantine centraal te hebben. We hebben hier aan de onderkant allemaal verschillende dingetjes. Kijk, we hebben een groepsruimte. En om daarbij te komen, moet je langs de beveiliging en de wapenkamer komen. Omdat ik die groepsruimte er later heb bijgebouwd. Hmm. En de werkplaats om te werken moet je langs de eenzame opsluiting en de executieruimte. Plus langs twee stroomkrachtcentrales. Deze prison is niet efficiënt. En hij kan een stuk efficiënter. Hmm. Ik ga het aan jullie vragen, jongens. Moet ik opnieuw beginnen met deze prison? Ik denk namelijk dat ik dit niet meer recht kan breien. 8800 dagelijkse cashflow in de min personeel dat 70% salarisverhoging wil, anders dan stoppen ze ermee. Gevangenen die constant aan het rellen zijn, omdat ik ze gewoon niet meer onder controle heb. Ik denk dat het slim is om gewoon te zeggen: van jongens, weet je wat we doen? We verkopen de prison. En. Geen recente sterfgevallen en geen recente ontsnappingen. Ik mag de prison niet eens verkopen. Als we dat zouden doen. Dan krijgen we 410.000 om de volgende prison mee op te starten. Maar dan moeten we dus er wel voor zorgen dat er geen sterfgevallen meer zijn en dat er geen ontsnappingen meer zijn. De enige reden om dat te doen of de enige manier om dat te doen is alle gevangenen opsluiten in hun prison of in hun cel en ze daar twee dagen te laten rotten. Dan zijn ze heel ontevreden. Maar dat maakt er nou toch niet meer uit, want dan heb ik een nieuwe prison. En misschien, misschien, kan ik dan ook de uitbreidingspakketten erbij kopen. Dat zou ook leuk zijn, want ik heb jullie vaker horen roepen in de reacties van Faco. Er zijn allemaal uitbreidingspakketten. Eh, island Bound was er, uh, Going Green, zoiets heette dat geloof ik. Dat is er allemaal. En dat heb ik allemaal niet. Daar heb ik allemaal geen rekening mee kunnen houden in deze prison. Dit is wel echt een overdenking. Hmm. Ik ga. Weet je wat ik ga doen? Ik ga iedereen terugsturen naar hun cel. Terug naar cel. Iedereen. Alle sectoren terug. Ik ga ze allemaal opsluiten. Ik ga erop wachten tot we de prison mogen verkopen. En dan kijk ik wat jullie zeggen. Ik denk dat het leuk kan zijn. Ook gewoon qua video's weer. Om opnieuw te beginnen. Dat is mijn persoonlijke feeling. Ik denk dat dat iets kan zijn wat waardevol kan zijn voor deze serie. Maar dat laat ik aan jullie over. Voor het grootste gedeelte dan. Hè? Want als ik namelijk binnenkort ontslagen word, dan heb ik helemaal niks. Dan heb ik nul niks extra's. Dan heb ik geen prison meer. Dan heb ik geen geld meer. Dan moet ik helemaal opnieuw beginnen zonder extra geld. De bodem van onze schatkist is in zicht. Ja, dat zie ik ja. Iedereen in lockdown. Zit iedereen in zijn cel? Opsluiting, alle sectoren. Iedereen zit weer vast. Dat is wel even een dingetje. Ik ga dit gewoon rustig afwachten, jongens. Dan is deze aflevering kort. Ik weet het. Maar dit is een overwegingsaflevering. Dit is een aflevering om te bepalen wat wordt de toekomst van onze prison. En ik heb het eerder gezegd: de toekomst van deze prison. Ligt in jullie handen. Moet ik hem verkopen en opnieuw beginnen? Of moet ik het uitmodderen? Met het risico dat ik binnenkort ontslagen word en dat we alles kwijt zijn. Dan ben ik echt de complete prison kwijt. Laat het maar weten. Gooi het in de reacties. Denk er goed over na. Want het is best iets wat de komende maanden kan doorspelen op Vacuum Games Reloaded. Dus um, denk goed na. Um, overweeg alle dingen. De voor's en de tegens. Zet het in de reacties neer en dan hoop ik jullie de volgende keer weer terug te zien bij of een nieuwe prison of bij deze ellende. Mazzel.